Je hebt nou de situatie bereikt waarbij je de controlerende instantie hebt getraind of structureel traint. Dat aanbieders jullie weten te vinden als je als ze uitleg moeten hebben over wat de regels zijn die overigens explosief zijn gestegen. Dan moet het toch wel goed gaan, hè? Dat zou je wel denken. Er komt daarna een wat complicerende factor. Het is een hoop gedoe. Je moet namelijk, als je aan al die regels zou willen voldoen, betekent dat je goede afspraken moet maken met je leveranciers. Dat er dingen aantoonbaar moeten voldoen aan eisen. Dat betekent dat er gekeurd en getest moet worden aan producten, gemeten. Dat kost allemaal geld. Ja. En dat gaat allemaal ten koste van de marge. En een marge is een alles overheersend aspect in de performance van bedrijven in de handelsketen. Ja. En dat betekent dus dat alles wat ten koste van die marge gaat, staat zwaar ter discussie. En een van die aspecten die dan ter discussie komt is van, stel nou dat ik het niet doe, of als ik het een beetje doe, wat is dan het risico wat ik als bedrijf loop op boetes, of dat een autoriteit tegen mij zegt van, haal je producten maar uit de markt. En daar komt dan de vraag van hoeveel inspecteurs lopen er eigenlijk rond van de inspectieleefomgeving en transport, of van Agentschap Telecom of van de Voedselwarenautoriteit. En dat zijn er niet zoveel. Als je dat vergelijkt met dat bijvoorbeeld een Voedselwarenautoriteit 85.000 bedrijven in de gaten zou moeten houden. En dan met tientallen inspecteurs rondloopt. En, dat gaat nooit werken. Die een behoorlijk zware taak hebben. Zo'n autoriteit is zijn werkwijze aan het veranderen, meer gericht op het maken van goede afspraken met bedrijven, zodat er meer verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf ligt. Dat zijn bedrijven die op zo'n moment makkelijker besluiten om met een platform als wat wij bieden in zee te gaan. Voor andere partijen is dat vaak een geldkwestie. Laten we het maar een ongelukje noemen. Is er een product fout wat uit de markt moet? Of legt een overheid een boete op? Dat zie je op dit moment vaak gebeuren, wordt er in sociale media negatief gecommuniceerd over een bepaald product. Ja. Want dat gaat af en toe ontzettend hard. En dat zijn kanalen die zo'n bedrijf dan niet meer onder controle heeft. Mm-hmm. We hebben een keer een training gegeven die ging over, wat moet je doen als de mensen niet meer je klantenservice bellen, maar de dingen op Facebook schrijven of op Twitter. Twitter, ja. En hoe krijg je dan de geest weer terug in de fles? En dat zijn momenten waarop bedrijven voor ons snel besluiten. Onder druk van de markt zelf en de pakkans en wat daarmee samenhangt. Ja, dat is iets waarbij wij constant blijven duwen, maar een heel traag besluitvormingsproces zien. Heb je dan ook een eerste hulppakket als zo'n bedrijf te maken krijgt van zo'n situatie? Ja, dan gaan wij onmiddellijk helpen. We kunnen niet de uitvoering van de recall oplossen. Daarvoor zijn diverse gespecialiseerde bedrijven. Maar een van de dingen die in zo'n geval op tafel moet komen is informatie. En waar wij erg goed in zijn is het vinden van informatie bij leveranciers. Fantastisch. We gaan naar een prachtig nummer luisteren wat je hebt gekozen. Dank daarvoor. Hier komt John Lennon met Imagine.